Hallo? 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 Evers! Ja! Nee! Nee, dit zal niet waar zijn. Evers! Nou, jongens! Evers! Ja! Wat? Wat is dit nou, man? Evers! Ja, wat is dit nou? Evers, je was er gestopt. Ja, nou en of? Is het geld op? Nou, wat is dat nou weer voor onaardig? Is het geld op? Nee, dat lukt nog wel. Dat je weer begonnen bent. Nee. Dit is echt puur voor de lol, geloof me. Ja, voor de lol, ja, dat snap ik ook voor dat salaris, maar... Nee, dat heeft er toch helemaal niks mee te maken, man. Het is toch... Radio 10, man. Ja. Alleen maar oude rotzooi de hele dag. Dat zeg ik. Ja, ik kon niet naar luisteren, man. Dit is wel de top 4000, ja? Ja, top 4000, ja. Dat zal allemaal wel. Ja. Maar, nou ja, even... Hé, maar wacht even, Frank, nou heb je toch aan de lijn. Ja, hoe is het? Ja, nee, met mij gaat het goed, dus... Ja, dat is goed om te horen. Ga je nog wat leuks doen met de kerst? Want dat komt er ook aan. Ja, nee, mijn broer die komt met de kerstdag met al zijn kinderen. Dus nou, dat is zo'n beetje een heel handbalteam. Dus ja, dat maar is... wel flink wat te eten bestellen, dus... Ja, dat kan ik wel geloven, ja. Ja, goed. Nou, jongens... Even zo. Ja. Mijn broer die kent Erik ten Hag heel goed nadoen. Mag dat even? Nou, ik ben even met de lijst... Ik ben even met de lijst bezig. Ja, die kent Erik ten Hag, ik ken die nadoen. Ja, dat weet ik, maar... Doe even, man. Nou. Ja. Ik geef hem even. Ja, nou, schiet even op. Oké. Goed. Evers. Ronald, jij kan Erik ten Hag nadoen. Ja, ik ken hem vrij goed. Ja, oké. Nou, ga je gang. Ja. Ja, nee, dan moet je even wat vragen. Oh ja, goed, ik vraag. Erik, even over de wedstrijd van gisteren. Ja, nou, de wedstrijd, kan ik er kort over zijn... Was eigenlijk niet om over naar huis te schrijven. Nee, dat kan wel zeggen. Dat ga ik ook niet doen. Nee, oké, gelukkig, ja. Maar mijn spelers zijn moe. We hebben afgelopen weken veel wedstrijden gespeeld. Ja, dat heb ik al eerder. Het is eigenlijk belachelijk schema. Ja, dat heb ik ook eerder gehoord. Dus, Ronald, daar is wel een verklaring voor. Dat is wel, maar dat kan niet de enige verklaring zijn, Erik, dacht ik. Een ander probleem waar ik natuurlijk ook mee te maken krijg... is natuurlijk het dak. Het dak? Dat AZ-stadion heeft dus geen dak, denk ik toch... Ja, maar als je dan toch een nieuw stadion bouwt, ja, maar en een dak op. Ja, maar je gaat er niet meteen. Toch een selectie met Zuid-Amerikaanse jongens. Ja, dat weet ik wel. Maar dan ga je toch net wat beter bij kamertemperatuur. Nou, dat heb ik nou. Ronald. Ronald. Leek die een beetje of niet? Nou, zeg nog eens één keer kamertemperatuur, want ik vond. Ja. Kamertemperatuur. Kamertemperatuur, ja. Dus ik vind het een rare verklaring. Ja, nee, maar goed, ik ben nog een beetje aan het oefenen natuurlijk. Ja, dat maar, heb ik in de gaten. Nou, ik zou nog even dooroefenen als ik jou was. Doe maar een beetje nog... Ik denk dat gedurende de wedstrijd mijn selectie toch de overhand had. Ja. Dan geef je het op het laatste moment toch weg. Ja, nou, het begint te komen, Ronald. Ja, kan ik ermee door? Ja, ik zou ermee door. Blijf nog even oefenen. Okay. Bel ik van de week nog wel een keer, ja? Nee, is goed, man. Oké. Ben je later. Jongens.